dames en heren, en voor de zevende keer, hier is uw gastheer Gert Berg. Goedenavond. Bij sommigen geliefd, bij anderen gehaat. Het leven van de kampioen van de advocatuur wordt momenteel verfilmd. Bij ons, meester Max Moskowitz. Het verhaal van een draagmoeder die tijdens haar zwangerschap besluit haar kind niet af te staan. Vanaf dat moment wordt ze bedreigd door de wensouders en is ze genoodzaakt met haar kind onder te duiken. Benny Joling van de popgroep Normaal over het succes van onze actie. Normaal moet naar het Eurovisie Songfestival. En aan de karaoke de bokser Regilio Tuur. Een discussie tussen Willem van Kooten, alias Joost den Draaier, en Europarlementariër Arie Oosterlander over het faillissement van de publieke omroepen. Moest me toch verdedigen? Dat is noodweer. U heeft een makkie voor de rechter. U vergist u. Noodweer is het moeilijkste wat er is. Ik moet de rechter namelijk overtuigen dat u niet anders kon. U met een sabel van pakweg een meter tegen een mens met een schroevendraaier. Plus twee goede ogen. Dat is waar. Een schroevendraaier plus twee goede ogen. U zag een fragment uit de nieuwe tv-serie over het leven van meester Max Moskowitz, die de NOS vanaf maart gaat uitzenden. Hij is meer dan 30 jaar advocaat. Volgens velen de beste strafpleiter van ons land. Maar anderen zeggen dat hij te goed voor zijn eigen portemonnee zorgt. Zijn soms peperdure adviezen zijn voor de topcriminelen geen bezwaar hem regelmatig te consulteren. Hij heeft vier zonen, allemaal jurist. Drie zijn er hier. Goedenavond. David Moskowitz, wat zijn nou de beste eigenschappen van jouw vader? Ja, meneer Berg, u stelt me wel een hele moeilijke vraag om de beste eigenschappen van vader hier te noemen. Maar ik zal even serieus zijn. Ik geloof dat hij, of ik weet zeker dat hij het hart op zijn goede plaats heeft zitten. Hij leeft voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Hij doet nog veel aan sport. En voor de muziek heeft hij ook nog wat over. Bijvoorbeeld de oude Dixieland muziek, dat is nog een van zijn geliefde afdelingen wat de muziek betreft. Bram Moskowitz, wat zijn zijn slechte eigenschappen? Het is een moeilijke man in het vak. Mijn broers en ik, hij is de man die ons alles bijgebracht heeft. En dan is het een perfectionist. En dat betekent dat goed niet goed genoeg is. En is het niet goed, dan berg je maar, meneer Berg. Meneer Bram. Max, junior, heeft je vader jullie naar zijn evenbeeld gecreëerd? Dat is dan meteen de moeilijkste vraag. Van creëren is geen sprake. Hij heeft ons het vak geleerd. Hij is onze leermeester. Hij is daarin zeer streng, heel kritisch. Wij brengen dat wat we van hem geleerd hebben in de praktijk. En ik geloof dat ons dat niet zo slecht afgaat. Want wanneer een cliënt een van de kantoren belt, meneer Berg, en dan de secretaresse dan de vraag stelt met wie wilt u spreken, dan is het antwoord doorgaans met meneer Moskowitz. De volgende vraag van de secretaresse is dan met welke van de heren Moskowitz. Het antwoord is dan doorgaans, dat maakt niet veel uit, als het maar Moskowitz is. Nou, en dan denk ik dat we het nog niet zo slecht gedaan hebben. En ik denk dat we professioneel beschouwd elkaar aardig naderen. Dank u wel. Zojuist binnengevlogen uit Londen voor ons programma. Hier is hij zelf, meester Max Moskowitz senior. Nou, ik moet u zeggen, meneer Moskowitz, ze zijn erg lief voor u, hè, uw zonen. Tjo. Ik wil eens met u hebben over 30 jaar advocatuur, hè. We zagen net André van de Heuvel. Ik heb het niet gezien, jammer genoeg. Nee, u zag dat niet op die monitor, maar dat wordt binnenkort uitgezonden. Die speelt uw rol. Ja. 30 jaar advocatuur. Zijn er nog zaken die u emotioneren? Ja.
die zijn er. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, pak die draagmoeder van daarnet. Of ze nou oprecht is of niet oprecht is, het is toch een drama. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat een zaak is, hè, vooral als je aan het kind denkt, die wel enige emotie kan opwekken. Zijn er zaken die u niet aanneemt, principieel? Ja, zaken die te veel emotie opwekken. Geeft u daar eens een voorbeeld van uit uw praktijk, een zaak die u heeft geweigerd? Ja. Bijvoorbeeld iemand die een zwaar en slecht oorlogsverleden had. Dat heb ik geweigerd. Ik heb ook wel eens iemand geweigerd. Pieter Menten. Hoe zegt u? Pieter Menten. Ja, dat klopt. Maar u had het straks over geld, maar die bood te weinig. Die wilde alleen maar 1 miljoen betalen. Toen heb ik nee gezegd. U bent nog Joods ook. Dat moet het extra moeilijk maken om dit soort zaken te doen. Nou ja, dat is één van de redenen natuurlijk. En ook mijn persoonlijke en familieachtergrond, die maakt het volstrekt onmogelijk. Toch gaat u met erg veel slechte boeven om, althans... Niet privé, maar persoonlijk mag ik aannemen. Niet privé, maar in uw werk mag ik aannemen. dit is niet Freudiaans. Daar heeft u geen moeite mee. Nou, om te beginnen, de mensen waar je mee omgaat, die zijn meestal nog niet veroordeeld. En vaak worden ze ook niet veroordeeld. Dus om te beginnen, hè, ze hebben het recht van de twijfel. Dus op het moment dat ik met de mensen praat, staat helemaal niet vast of ze inderdaad datgene gedaan hebben waarvoor ze voor de rechter worden gedaagd. Iedereen verdient verdediging, zegt u. Ja, dat kan ook moeilijk anders, omdat in de Nederlandse wet de advocaat een monopolie heeft. Mensen die in de gevangenis zitten, die gedetineerd zijn, die kunnen alleen maar berecht worden als ze door een advocaat worden bijgestaan. Heeft u vrienden onder criminelen? U weet, neem ik aan, want u zult het toch ook wel ervaren hebben, vrienden heb je in het algemeen niet zoveel. Als je er een paar hebt, dan mag je al blij zijn. Ik heb wel criminelen die ik in zeker opzicht zeker niet zou willen discrimineren door te zeggen dat ze slecht zijn. U kent mijn opvatting ongetwijfeld. Hè? Echte, intrinsiek slechte mensen zijn er niet. Er zijn geen slechte mensen, zeg. Nee, intrinsiek slechte mensen bestaan niet. Nee. Dat begrijp ik niet. Een maatschappij waar zoveel fout gaat, dat je toch nog kunt vaststellen, met alles wat u hebt meegemaakt, dat er niet echt slechte mensen zijn. Worden ze slecht door omstandigheden? Is dat wat u bedoelt? Ja, ik geloof dat de mens van nature veel minder slecht is dan men denkt. En dat... Kijk, echt slechte dingen, dat zijn dus iemand die een slechte daad pleegt, echt slecht, dat is een daad die tegen de menselijke natuur ingaat. En als je iets doet tegen de menselijke natuur, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld ander doden. Als je dat doet, dat heeft met je opleiding niks te maken, met het land waar je geboren bent, heeft het niets te maken, waar je vandaan komt, heeft het niets te maken. Als je normaal geestelijk gezond mens bent, dan voel je dat dat tegen de natuur is. Nou, ik heb de nodige mensen zien ombrengen, meestal ophangen. En dan, ja, dan ga je, nou laat ik het maar zeggen, gewoon van kotsen. Je lichaam verzet zich daartegen. En, voor de rest is bijna alles verdedigbaar, zegt u, als advocaat. Nou, de mensen die dat dan toch doen, daar zeg ik van, die moeten ziek zijn, dat kan niet anders. Er zitten hier 3 van uw zonen, u heeft er 4. Ja. Het is misschien wrang dat uw andere zoon, Baruch, zelf met justitie in aanraking is gekomen. Hij was verslaafd aan de heroïne. Heeft klanten opgelicht, heeft banken opgelicht, is in de gevangenis terechtgekomen. Hoe accepteer je dat als advocaat en als vader? Je moet, net als alle andere dingen, moet je dit ook relativeren en... Hij is gelukkig weer gezond, hij is genezen, hij heeft weer goed gestudeerd, maar hij is geen advocaat meer. En meer wil ik er ook niet van zeggen. Ziet u hem nog vaak? Ik wil daar verder niet over praten. Kunt u uitleggen waarom niet? Nee, want dan ga ik toch op het onderwerp in en dan ben ik niet van plan. U hebt hem wel zelf verdedigd, hè? Toen ook hij... daar wil ik niet over praten.
Ik zeg wel eens tegen verdachten dat het moeilijk is om te zwijgen, maar dat het toch verstandig kan zijn. Het emotioneert u nog te zeer? Het emotioneert mij wel, natuurlijk. U hebt veel klanten, wat ze zo noemen, die ondanks uw inspanningen achter de tralies verdwijnen. Gelooft u in gevangenisstraf? Nee, volstrekt niet. Er is nog niemand uit de gevangenis gekomen. En dan ook maar iets beter dan toen die erin ging. Meestal komt men er minder goed uit. En het is eigenlijk heel triest dat we in de 20e eeuw... dat we nog niets anders hebben gevonden dan die gevangenisstraf. Wat zou uw alternatief zijn? U vindt het misschien een beetje raar werken. En gelukkig is het zo dat... dat lijkt heel modern, is het eigenlijk ook wel, dat men nu al met alternatieve straffen werkt. En gelukkig hoe langer hoe meer. Ik zeg het lijkt modern, maar in het oude Joodse recht was dat eigenlijk de hoofdstraf. Zou dus wat u betreft al die gevangenisstraffen mogen afschaffen? Want de maatschappij vraagt toch ook vaak om wraak als iemand wat is aangedaan. En die wraak vertalen wij dan in gevangenisstraf. Ja. Kijk, er zijn verschillende strafrechttheorieën en het is misschien wat moeilijk om daar nu op in te gaan. Misschien mag ik iets in het algemeen zeggen. Het doel van de straf mag zeker niet zijn de wraak. Het doel van de straf moet zijn om je medemens, want ook een misdadiger is een medemens, om die door wat je hem aandoet, dus de straf die je hem geeft, als het kan, beter te maken. En nou weet ik wel dat er mensen zijn die tegen zichzelf moeten worden beveiligd. Dat er mensen zijn die voor de veiligheid van de maatschappij achter de tralies moeten. Maar het toepassen van alternatieve straffen, dus het zeker bij jeugdigen, om die zoveel mogelijk uit de gevangenis te houden, dat zou in veel grotere mate moeten geschieden dan op het ogenblik geschiet. Tot slot, meneer Moscovici. U hebt... opmerkelijke klanten zo hier en daar, mensen die op zeker zijn minst op opmerkelijke wijze aan hun geld komen, mensen die banken beroven, mensen die andere mensen ontvoeren, ik denk aan de Heineken-ontvoerders. Weet u altijd zeker dat uw rekeningen betaald worden met fatsoenlijk geld door die mensen? Dat het niet gaat om geld wat zij op die manier of uit een bankroof of uit een ontvoering hebben verkregen? Nou, het is duidelijk, hè? Je zult als advocaat geen geld aannemen waarvan je weet dat het van misdrijf afkomstig is. Hoe weet u dat zo zeker? Hoe kunt u dat zo zeker weten? Wacht even. Je moet de verdachte even laten uitspreken. Bent u niet door hier? Ja, je neemt dus geen geld aan waarvan je weet dat het van misdrijf afkomstig is. Van de andere kant, op het moment dat je met een man of vrouw praat, ja, hij is nog niet veroordeeld. En u moet u ook eens voorstellen wat u eigenlijk van een advocaat vraagt als u zegt dat je er zeker van moet zijn. Want als je als chirurg iemand die bekend staat als crimineel, als je die gaat... Of zou je die dan niet... Ja, je mag hem natuurlijk wel opereren, maar zou je daar niet voor betaald mogen worden? U zegt, zolang ik het niet weet, heb ik er geen moeite mee. Zolang ik geen aanwijzing heb, een ernstige aanwijzing, dat het van geld van misdrijf afkomstig is, dan neem ik dat aan, net zo goed als de melkboer op de hoek, de chirurg en tenslotte de staat der Nederlanden ook. Die doet het zelfs als ze het weten. Wel. U hebt nog een geheimtje. Meester Max Moscovici, dank u wel.